President Chandrika Prasad Santokhi mocht vandaag exemplaren van het document Handboek Groene Overheid in ontvangst nemen tijdens de activiteiten in verband met Wereldmilieudag morgen. Het staatshoofd gaf aan dat de boekwerken met daarin handleidingen voor een milieuvriendelijke overheid strategische documenten zijn om te helpen bijdragen aan beter beleid voor milieubehoud. Handboek voor een environmentally friendly government. Each document addresses an important topic, all relevant considering the multiple crises we are confronted with on our planet. Even though Suriname is the most forested country in the world, being prepared in a world where the climate is changing with a comprehensive national action program to combat land degradation means the government is looking forward and considering all possible scenarios. Santokhi geeft aan dat Suriname samenwerkingen is aangegaan met landen voor kennisuitwisseling op het gebied van milieubeleid. Minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Marciano Dassai, geeft aan dat er stilgestaan moet worden bij het belang van milieuwetenschappen bij het uitstippelen van beleid om de natuur te beschermen. Milieuwetenschappen, milieutechnologie is niet meer weg te denken. Geachte aanwezigen. Ik ben bijzonder verheugd u toe te spreken hedenmorgen, omdat Suriname zich dit jaar richt op een uiterst belangrijke thema. Landherstel, verwoestijning en droogteresistentie. En in dat kader wil ik enkele cruciale punten belichten over de uitdagingen en onze inspanningen op het gebied van landdegradatie en biodiversiteit en de dringende noodzaak van een groene overheid. Het doel van de activiteiten vandaag is om meer informatie te delen over het milieubeleid van de overheid en de bewustwording over milieubewustzijn te vergroten.